De grote digitaalstrijd. Wat is dat nou precies? Teams van 3 personen gaan met elkaar de strijd aan. Wie beschikt over de beste taal en digitale vaardigheden? De grote digitaalstrijd vindt maandagavond 4 september 2017 op 10 plaatsen in de regio tegelijkertijd plaats. Winnaars van de gemeentelijke voorrondes gaan door naar de grote finale in Zinder, het nieuwe culthuis van Tiel. Teams kunnen nu gevormd worden. De inschrijving is inmiddels geopend en te vinden op bibliotheekrivierenland.nl. Nou, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te voorkomen dat je laaggeletterd wordt. Want als je het eenmaal bent, is het best ingewikkeld om er weer van af te komen. Mensen schamen zich ervoor. Dus wat de bibliotheek vooral ook doet, is voorkomen dat mensen laaggeletterd worden. We beginnen al met het wijzen op het belang van voorlezen aan kleine babytjes. Dus daar hebben we programma's voor. We zitten op alle peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen, want je moet zoveel mogelijk lezen. Want dan vergroot je je woordenschat, word je beter in taal en word je niet laaggeletterd. We zitten op alle basisscholen met onze mensen en onze programma's. En dat is eigenlijk ongelooflijk belangrijk dat kinderen blijven lezen. Het voorkomt laaggeletterdheid.